1997 is het kunstwerk geplaatst in bijzijn van Mario Merz. Wat heel bijzonder is. Na zoveel jaar, 15, 16 jaar, was het kunstwerk aan vernieuwing toe, aan vervanging. De bedrading, het glas, alles is schoongemaakt en het wordt nu herplaatst. Het heet de Fibonacci-reeks en de Fibonacci gaat over groei. Groei, ontwikkeling, verandering. Dat is wat door de cijfers die we straks zullen zien, de rode elementen, wordt die groei zichtbaar gemaakt. Ik zie zelf parallellen tussen de werkzaamheden van Schiphol en de motieven van de kunstenaar. Groei, verandering, ontwikkeling. Als je naar de vorm kijkt, is het eigenlijk een grote veer. Een veer van een vogel. Een veer gaat natuurlijk over vliegen, gaat over beweging. Erg luchtvaartgebonden, zou ik zeggen. MUZIEK